ieder moment. En vrees niet, ik heb net gezien, de morgenclub houdt van hele korte vergaderingen. Wij houden van korte speeches, dus dat ziet dan al in ieder geval weer op. In ieder geval welkom. Zoals u heeft gezien, wij investeren in de werken. In de werken morgen en TVR. Wouter zal zo even inhoudelijk op een aantal zaken terugkomen. Maar het was al goed toen de mensen binnenkwamen dat er gezegd werd: goh, wat hebben jullie toch veel mooier overstaan. En er werd echt gesproken over morgen. Dat is altijd mooi en goed, want het klopt. We investeren veel in het merk, in het aanbod. We willen veel diversiteit hebben. En we zullen de komende tijd zien dat het alleen maar meer gaat worden. We houden u ook graag op de hoogte gedurende het jaar. En mocht dat niet zo zijn dat u van ons regelmatig informatie krijgt middels de nieuwsbrief of ons nieuwe magazine, wat we twee keer per jaar zullen uitgeven, dan horen wij dat graag, want dan mist u toch een hoop van het nieuws. En wat voor nieuws vindt u daar zoal in de newsletters en het magazine? Nieuws van al onze evenementen, wat we gedurende het jaar allemaal doen. Dat gaat van evenementen op locatie, mooie evenementen waar we meerdere producten tonen, maar vooral, en daarvoor heeft u ook een mooie auto, vooral ritten. Mooie ritten gedurende het jaar. Rallies binnen buitenland, eendaagse ritten, meerdaagse ritten. U kunt zo gek niet bedenken, maar die maken wij bekend via onze media. Zijn er de newsletter, natuurlijk ook de site, maar ook in het magazine. En de komende tijd zult u ons op de site zien dat er heel veel ritten worden toegevoegd. Dus ik nodig u graag uit, schrijf vooral in op deze geweldige ritten. Het zijn echt geweldige evenementen. En wat ook altijd goed is, u ontmoet heel veel leuke mensen. Net zoals vandaag. Dat doen we natuurlijk ook gezamenlijk met onze partners. Die ziet u ook terug altijd. Vandaag hebben we echt ons gericht op de club. Dus ziet u ze even hier niet. Maar normaal zijn onze partners met wie we deze mooie evenementen mogen organiseren altijd ook aanwezig. Maar vooral vandaag wil ik u uitnodigen, geniet ervan. Geniet van elkaar, geniet van een mooi moment, geniet van het lekkere eten en drinken wat we voor u hebben klaargezet. En geniet vooral van het mooie verhaal wat Wouter en alle zaken die morgen TVA... Dat is het beste mooie nieuws in geven. Ja, dat komt zeker. Dat goed komt zo. Zeker. Ik geef graag het woord aan Wouter en ik spreek u graag zo meteen op. Dank u wel. Dankjewel voor de introductie en het welkomstwoord. Namens mij natuurlijk ook allemaal van harte welkom in onze show voor de morgen en TVR nieuwjaarsreceptie. Ik vind het erg leuk dat we dit weer doen, omdat we vorig jaar toen we dat in een wat andere vorm hadden gevoten vanuit beide clubs verhalen kwamen en verzoeken kwamen over het weer samen kon. Nou, we hebben daar met de beide over de spullen en zie hier, we staan weer met z'n allen bij elkaar. Hoe leuk is dat? We staan hier om te kijken naar de toekomst en naar 2017. 2017 is op vele vlakken een memorabel jaar. Ten eerste voor mijzelf, want het betekent dat ik 10 jaar werkzaam ben voor Morgan en voor TVR. En zo lang voelt het niet. Maar ja, de tijd vliegt en ik ben er alweer 10 jaar mee weer. We hebben veel gedaan in 10 jaar en een van de mooiste stappen is denk ik wel die we 2 jaar geleden hebben gedaan. En dat is het verhuizen van onze merken naar de show hier in Utrecht, langs de A2. Ik mag wel zeggen, het bekendste podium van Nederland in de autobranche. En het is geweldig om te zien dat het ook succesvol is voor onze activiteiten. En dan praat ik vooral even over morgen. En als we zijn gestegen in de verkoopaantallen in die 2 jaar tijd, dat is ongelooflijk. En dat is waar we op gehoopt, maar het is krachtig om te zien dat dat ook werkt. We zien kruisstuivingen van Maserati-rijders, McLaren-rijders, Lexus-rijders, die ineens de morgen zien en ook een stap zetten naar die krachtenauto's, maar ook andersom. Ik heb een aantal van u ook hier al gezien en die rijden nu ook met een Maserati of een Lexus. En ja, dat gaat over en weer en dat is hartstikke leuk. Op de events staan we samen met de andere merken waar morgen ineens volledig in de picture staat. En dat werkt zijn vrucht af. Ja, 2017 voor morgen, als ik daar even doorga, een bijzonder jaar. Want morgen gaat de markt op met een volledig elektrische auto.
We gaan EV3 Junior. En junior, hoe begrijp ik, dat staat voor kinderen. We hebben al de trapkaart natuurlijk gehad, een aantal jaar terug. Die hier in de show is gezien. Maar er komt nu een volledig elektrische versie van een dergelijke trap voor kinderen. Ja, volgens mij is deze beter. Ja? Oké. Okay. EV3 Junior. Ik denk dat 1 à 2 maanden hebben we hem hier staan. Dus voor de kinderen hier, hij is te bestellen. Of eigenlijk misschien voor de ouders, of de grootouders. Maar er komt ook een grote mensenversie. De EV3. Een volledig een elektrische driewieler van morgen. Vorig jaar de concept gezien, Genève, waar we dit jaar mee aanwezig zijn trouwens, morgen al een grote set. En ik ben daar 9 en 10 maart, dus ik ben daar van harte welkom. Maar daar hopen wij de productieversie ook te kunnen laten zien. En de eerste versie wordt een gelimiteerde oplage van maar 19 stuks, de zogenaamde Selfridge Edition. En daar komt in ieder geval 1 van naar Nederland. Dus heeft u interesse, meld u aan bij mij. Een ander mooi ding in 2017 op morgengebied is het grote Run for the Hill event, wat morgen eind augustus georganiseerd in Engeland in de Wolver. Een tweedaags evenement met heel Kruis, een concours, marktjes, mooie omgevingen om te toeren. Vlakbij de fabriek, dus je kunt eigenlijk de fabriek bezoeken. Een geweldig event. Men hoopt op honderden, ten stiekem duizenden horens. En wij sluiten ons daar aan. Voor ons begint het evenement op de vrijdagavond in Engeland. Met een zogenaamde kick-off gewoon voor onze Lama Exclusive relaties. En dan praat ik dus niet alleen over Nederlanders, maar ook over onze Belgische of Duitse klanten, want sinds we hier zitten verkopen we heel veel bij de Nederland. En die zijn natuurlijk ook al uit de welkom. Op onze website, als u experience deel kijkt, is daar de informatie al te vinden. Meld u aan voor de bron en dan gaan wij zoeken naar een geschikte locatie in de buurt. En als daar drie over man staat, dan hebben we iets meer ruimte nodig, dan kunnen we weer met z'n drieën. 2017 is ook het laatste jaar voor morgen dat we de 4,8 V8 motor in het programma hebben. Die wordt nu gebruikt in de Aero 8 en de Plus 8. Inmiddels heeft de fabriek anderhalf week geleden een bericht gestuurd dat we dat niet meer kunnen bestellen. Wij hebben nog een aantal in de sterren staan. En het is de laatste kans om dus een 4,8 V8 zonder enige turbo's of dat soort dingen in een morgen te verkrijgen. In de werkende motor en wat daarna gaat gebeuren is voor even afwachten. Misschien krijgen we wel hetzelfde chassis, maar dan een 6-cylinder, ik heb geen idee. Maar ja, de 4,8 die gaan we dus over 3/4 jaar niet meer in het programma staan. Dus wilt u daar nog iets mee? Ook dat horen we tot de V8 is meteen een mooie stap naar TVR. Want ook voor 10 jaar is 2017 een memorabel jaar. Daar ben ik van overtuigd. 10 jaar na het faillissement, en dat valt toevallig samen met het feit dat ik de 10 jaar werk voor het morgen voor 10 jaar. Maar dat heeft verder niet van elkaar gemaakt. Ook helemaal wat. Maar 10 jaar na dato gaan ze weer terugkomen met een nieuwe 10 jaar. Er is een fabriekshal. Aangekondigd, er wordt keihard doorontwikkeld van de auto. En wij hebben goede gesprekken gevoerd met de hoogste heren van 10 jaar. Zijn hier zelf op bezoek geweest en hebben ons al het een en ander laten zien. Wij mogen en kunnen daar dus ook niet te veel over vertellen en zeker niet tonen. Buiten informatie die we al op internet hebben kunnen vinden. Nou, dan praten we dus wel over echt 10 jaar. Wat is dat? Dat is een auto met een grote motor, die voorwiel met 8 uur aandrijving,
en een zo laag mogelijk gewicht. Prijs en korte opbrengen. Zo niet meer uit. Maar we kunnen het begin even heen ruimen in de punt. En dan doen we de rest ook. Dus we praten over een dikke verjaard. Lichtgewicht, veel vermogen, minuten, zoals ze zegt, echte mannenauto, een auto met spierman. Nou, wij konden nu wachten, ik heb wat gezien op een telefoontje. Ja, wat gaat worden? Dan sla je stijf achterover, dan wat voor dat, een indruk en een prachtig mooie auto. Later in dit jaar, ik verwacht na de zomer, zal je echt onthuld gaan worden bij, met een nauwe. Niet alleen terug op de Engelse markt, maar ook naar Europa gericht. En dat betekent voor ons ook left and right. En we hebben het verleden jaren gehad dat er bijna alleen maar right and drive was. Voor Nederlanders niet of moeilijk te verkopen, maar als er left and drive komt, dan zijn wij er uiteraard weer bij. We houden nog op de hoogte via de nieuwsbrieven die Arjen al heeft aan. Zetten. Heeft u die niet, meld u bij mij zodat u het jaar voor het over gaat. Ja, over korte speeches. Ik zal het afronden. 2017 is ook het jaar waarin de jeugd van Worden 45 jaar bestaat. En ik heb dat in mijn verhaal opgenomen omdat ik denk dat de kerstvers en voorzitter, hij is namelijk een uur geleden, is die beroemd. Nederland Rutte, dat die daar wel eens over wil vertellen. Dus Nederland, weer met de voorkant om de mensen daar te sympathisant lidmaatschap van de Morgenclub. En
Je mag in de 10 jaar blijven rijden. Want alleen als lid van de morgenclub ben je uitgenodigd op ons rustig dat dit keer alleen overstijgt voor leden en natuurlijk voor de aanhang. In Valkenburg aan de Geul gaat het op 9 september gebeuren. De regio Zuid-Zuid is druk doen om een top-evenement te organiseren in een van de mooiste provincies van Nederland. De meeste mensen die mijn tongval horen, denk ik dat ik uit de provincie kom. Onjuist, ik kom uit de provincie met die steek. Dus zonder beschuldigd te worden van chauvinisme, kan ik zeggen dat het een prachtige provincie is. Die zich uitstekend loont voor ons paddentoeristen en dus voor ons lusten. Kom met velen en let vooral op de datum waarop de inschrijving start. Tot slot, want ik wil en moet het kort houden, dat ik de verleiding toch niet wil staan om een bekend Amerikaans komiek te paraphraseren. We will make the Morgan Club great again. Ook jij hebt inderdaad keurig de korte speeches, de korte vergadering dan, de korte speeches, helemaal goed. Uiteraard wil ik ook dit vragen en een woord komen om namens de 10 jaar club. Zijn woord tot u gericht. Dankjewel Wouter. Nou, laten we in ieder geval beginnen om Wouter met het team te bedanken voor de initiatief dat we nu bij elkaar zijn. We hebben het vorig jaar gemist en ik vind het fantastisch met deze samenstelling al daar weer te zeggen. 2017 is inderdaad een memorabel jaar. Wij hopen dat het werk weer ook met nieuwbouw ongeveer gaat herleven. Het is een beetje een kruispunt tegen wat erin worden met het afscheid van 4,8. Het 10 jaar weg en de 5 liter we hebben het weer in. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken. Ik zou er even terug willen komen op 9 september in Lustrum. Ik vind het een geweldig aanbod. Er zit er een klein conflict of interesse in. Want vele morgenliefhebbers zullen ook ongetwijfeld liefhebbers zijn van Goodwood Revival. En dat is volgens mij dezelfde liefhebber. Dus die komt straks voor een hele moeilijke keuze te staan. Of je naar een land gaat naar Goodwood. Of naar Lustrum, maar gaan natuurlijk allemaal naar Lustrum. Terug naar de TVD-club. Wij hebben niet zo. Ah, gelukkig voor jullie. 15, 16, 17 groepen. Dus verschrikkelijk. Alles open. Even terug naar TVD-club. Wij hopen natuurlijk dat we inderdaad aan het einde van het jaar de introductie van een nieuwe auto met een groep kunnen zien. En we vinden het werkelijk fantastisch. Dat Blauwman Exclusive in ieder geval die relatie gaat bestendigen. En dat jullie overal gemokken en gaat leveren voor de Nederland. Met alle CO2 en uitstoot en berekeningen die erbij komen. Maar dat die hier komt te staan vind ik al geweldig. Nou, korte speeches. Dus in de volgende klas zou ik een korte verhaaltje af willen ronden met een toast aan u allen. Op een heel gezond en veilig 2017. En voor de morgenleden een prachtig rustig toekomst. En ook naar de 36e jaar. Ik heb jij bedankt voor je mooie woorden. Dan ronden we hiermee het officiële gedeelte af. En we doen ons richten waar wij allemaal voor komt. En dan gaan we zelf kennis. En dan schrijven we.